In Bed Met wordt mede mogelijk gemaakt door Kings and Queens Bed Collection. Rijnstraat 429 Den Bosch. Welkom in de slaapkamer van Remco de Vaan. Wie, oh wie, is vandaag zijn bedpartner? Ja, daar is hij dan weer, een nieuwe aflevering van In Bed Met. We zijn er een klein weekje tussenuit geweest. Maar we zijn deze week weer terug met een toch wel bijzondere gast. Ik heb in mijn bed namelijk een hele foute presentator, DJ, onze nieuwe zaterdagavondhost, Rob Gover. Zeg ik het goed? Ja, doe je heel goed. Foute Robbie. Ja, dat klinkt wel heel fout, hè? Ja. Ongelooflijk. Het is al fout dat ik met een man in bed lig. Ja, ja, dat vind ik al fout. Maar... Je hebt ook een foute jasje ook aan. Ja, uiteraard, dat hoort. Hè. Kenmerk. Ja. Maar we gaan binnenkort wisselen van kleding. Ja. Dus ik moet een beetje variëren. Ja, ik denk, ik zou jou introduceren als fout, maar ben je ook fout? Met te hard rijden wel. Ja. Nee, ik zou niet weten wat. Nee. Ja, ik eet af en toe misschien een beetje te veel vet. Dat is fout. Ja, ik weet niet of dat fout is. Ongezond, slecht. Dat is ongezond, ja. Ja. Maar dat is minimaal trouwens. Dus ik heb het veel meer gedaan. Maar wie is Rob? Wat doet Rob? Want jij zei al van, als mensen je googlen, dan komen ze van alles tegen. Ja, als mensen mijn naam googlen, dan komt er een hele lijst. En binnenkort ook Foute Robbie. Ja, dat is waar. Die moet je even uitleggen. Foute Robbie, zeggen ze dan. Ja. Maar wat doet Rob in het dagelijks leven? Rob die doet in het dagelijks leven bedrijven adviseren op het gebied van brandveiligheid. Want in mijn dagelijkse job, zeg maar, ben ik adviseur brandbeveiliging bij een groot brandbeveiligingsbedrijf in Nederland. En daar langs heel veel nevenactiviteiten. Wat je al zei, verschillende presentatieklussen. Presentator, discjockey, radio maken, televisie maken, vissen, voetbalzaakjes bij FC Den Bosch. Mee kermis organiseren in het dorp waar ik woon in Schijndel. Van alles en nog wat. Allemaal dingen die leuk zijn. Dus jij komt uit Schijndel? Ik kom uit Schijndel, ja. En heel veel mensen kennen je ook van radio en televisie? Ja, veel mensen die verschillende keren televisie kijken op verschillende zenders, die kunnen me een keer voorbij hebben zien komen. En radio, ik heb lang een radioprogramma gepresenteerd in Nederland. Ja, eigenlijk van alles. Alles wat ik leuk vind, dat pak ik aan. Ja, want als we Rob Govers noemen, dan maak ik toch wel heel snel ook de link met muziek. Ook als ik ga zoeken op jouw naam, dan wat is jouw link met muziek? Ja, muziek. Ik helemaal in het begin, zeg maar, wat praat ik over begin jaren 90. Toen werkte ik bij Veronica, of daar heb ik mee meegewerkt. Zou ik zo zeggen, geen vaste baan, maar gewoon meegewerkt. En ik heb dat jaren gedaan. En dat was, zeg maar, mijn eerste echte kennismaking met muziek op professioneel vlak. Ik heb het nooit zelf gemaakt, muziek. Nee? Nee, altijd. Ik laat kan me echt zingen? Niet zingen. Nee, ik kan niet zingen. Nee. Nee, dat ga ik echt niet doen. ik heb altijd wel iets gehad met muziek. Muziek, dat is toch iets, daar word je vrolijk van. Daar kun je emotioneel van worden. Dat kan een boodschap hebben. Muziek bindt mensen. Ja. Heb je bijvoorbeeld een lege dansvloer en je zet een hele leuke plaat op. Iedereen die komt de dansvloer op. Dus dat bindt mensen. Ja. En zonder muziek is zo saai, zo stil. Ja. Overal waar je komt, hebben mensen wel muziek. Iedereen in de wereld, die kent muziek. Snap je? Wat is jouw favoriete muziek dan? Van wat voor muziek word jij blij? Lekkere up-tempo disco nummers. Draai je bijvoorbeeld Marianne Rosenberg met Ich Bin Wie Du. Oh, dat is wel heel of fout. Sunny van Boniem. Ja, maar goed. daar kan ik heel vrolijk van worden. En ook muziek van nu. Bijvoorbeeld Birds van Anouk. Prachtig nummer. Het is een gevoelsnummer, maar als ik het hoor, dan kan ik daar heel blij van worden. Gewoon heerlijk. Ik hou van alles eigenlijk. Van klassiek tot hardrock, tot house, tot de muziek die ik nu doe op zaterdagavond hier op TV73. Dat is ook wel jouw favoriete muziek? Ja, dat is wel mijn favoriete muziek. Daar,
Dat staat wel in mijn top 5, zeg maar. Hard rock, daar kan ik naar luisteren, maar 3 nummers, dan ben ik, dan vind ik het weer genoeg. Ja. Klassiek hetzelfde. Maar als we gaan naar de lekkere disco-muziek, dus de jaren 60, 70, 80, begin 90, ja, dat heeft toch wel mijn voorkeur. Ja. Ja, want we hebben al een paar weken de promo's draaien van onze foute zaterdag met Robbie. We hadden je eerst aangekondigd als foute Robbie, maar dat hebben we toch maar even aangepast. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, dat klinkt zo fout. Je is onze foute discjockey. Hey, we hebben de promo's al een aantal weken draaien. 7 juni, dan gaan we van start. Vanaf 9 uur. Nog een weekje. Ja, nog een weekje. Vertel eens wat kijkers kunnen verwachten. Ja, Robbie's Foute Zaterdag. Dat is een programma dat begint om 9 uur 's avonds. En dat duurt een kleine 3 uur. En het is eigenlijk een lange uitvoering, zeg maar, van in de tijd topop. Het enige is, wij hebben geen live artiesten in de studio. Want dan zouden we bijna alleen nog maar bejaarde mensen hebben. Maar wij draaien, zeg maar, de videoclips uit de periode 60, 70, 80. Het zijn hele oude videoclips. Ja, gewoon zijn heerlijke muziek. De eerste clips bekend. Ja, dat was bijna de eerste clips. Want de clip, zeg maar, Video Kill the Radio Star. Dat is de eerste, hè? Dat was de allereerste, zeg maar. En dat was eigenlijk meer een protestnummer naar de videoclip. Want die dachten, nou, als we videoclips hebben, dan luistert er niemand meer naar de radio. Nou, onzin natuurlijk. Maar vanuit die tijd zijn er allemaal videoclips gekomen. En dat waren eigenlijk, als je kijkt die videoclips van toen, dat waren bijna complete films. Ja. Er zat een heel verhaal in. Prachtige boodschappen werden daar uitgedragen in beeld. Nou, en die soort clips, de hele sfeer van het liedje, ja, dat zie je op de zaterdagavond hier. En het leuke is, het is allemaal van die muziek waarvan je dan de clip weer ziet. We hebben het zelf ook gezien bij de montage van het programma. Dat je dacht van, oh ja, oh dat was toen. En oh jee, wat zag dat eruit? En weet je niet? Nou, die reacties. En vandaar dat mensen ook zeggen, allemaal fout. Ja. Want ja, als je dat nu draait of ziet, dan heb je echt zoiets van, oh mijn god zeg. Die haren en de brillen die ze droegen. Maar de muziek, die is gewoon fantastisch. Het is gewoon heerlijk om daar weer naar terug te gaan. Het zijn de echte dance classics. De echte dance classics, ja. De liedjes die je zelfs op feesten en partijen nog iedereen de dansvloer op ziet komen. Ja, ja, van jong tot oud. Van jong tot oud, ja. Ja, ik denk, ik zal die man toch maar eens uitnodigen. Want mensen zien alleen maar hysterisch in je rode jasje foute dingetjes aankondigen. En is de frietpan al klaar. Ik zal hem toch eens uitnodigen. Hebben mensen nog het idee dat hij nog enigszins serieus ja, is? Ja, ik ben er wel serieus. Dat wel. Ja, moet wel, hè, in het leven. Hey, ik wil het hebben met jou over jouw televisiecarrière. Want volgens mij maak jij toch al een jaartje op 25 schat ik tv. Klopt. Ja, ik televisie. Nou, ik ben eigenlijk bij de radio begonnen vroeger. En dan pak ik even puur het lokale, het landelijke nog even niet. Ja. Maar het lokale, daar heette toen nog de Blos, volgens mij. Daar ben ik Blosse ooit. Lokale omroepstichting. Ja, daar ben ik ooit radio gemaakt. En dan praat ik echt over begin jaren 90. Ja. Daarvoor nog zelfs. En daarna ben ik steeds meer, zeg maar, ook meer richting landelijk gegaan. Landelijk wat dingetjes gedaan, wat spotjes in mogen spreken voor wat landelijke omroepen. Wat reclamecommercials mogen doen. Eigenlijk is dat als rode draad continu gebleven. En toen maakte ik kennis met televisie. En dat kwam in het programma Catharien. Ik werd daar uitgenodigd. Mijn broer, Ad, die werd er uitgenodigd en ik mocht daar als gast bij zijn. En daarna werd ik herkend op straat. dat vond ik heel bijzonder. Had je op mijn radio niet dan? Nee, ja, af en toe zeiden mensen wel eens tegen me van, een bekende stem. En dan zei ik van, ja, dat kan. Ik zei dan nooit van, oh, maar je kent mij dan van de radio. Nee, dat deed ik nooit. Maar dat was anders herkennen als op tv herkennen. Want toen zeiden ze echt van, hey, ik heb jou gezien bij. Ja. En ik vond het best wel grappig. En ik vond het medium televisie, dat vond ik ook leuk. Ik had toen wel eens al televisie gedaan bij Veronica, Nederland Muziekland, Countdown, dat soort dingen. Maar goed, dat was meer echt
achter de schermen. Waar je af en toe wat mee mocht helpen. En dat was hartstikke leuk om te doen. Alleen toen kwam, toen had ik zoiets van, ik wil dit vaker. Ik vind dit leuk. En dan ga je je eigen oriënteren. En toen kwam ik al snel bij een castingbureau terecht. Nou, daar had ik mij ingeschreven. En warempel werd ik links en rechts gevraagd voor wat figuratie. En gaandeweg werd dat steeds meer en meer en meer. En dan krijg je een klein rolletje. En dan mag je wat edelfiguratie doen, hè. Dat je zeg maar wat teksten hebt. Waar moet je dan aan denken? Commercials of zo? Ja, ook. Ik heb een commercial gemaakt van McDonald's. En ik heb Nesquik, dat konijn. Ja. En ik heb in goede tijden, slechte tijden gezeten. Een tijdje vaste barman geweest. Ja, wat had je toen allemaal? Goudkust, onderweg naar morgen, crisis. Was een programma van Paul Witteman. Ja. Even denken hoor, dat is erg veel André van Duin shows. Vergeet je tandenborsten niet van Rolf Wouters. Dat is allemaal voor mijn tijd. Ja, het is lang geleden hoor. Dat is allemaal lang geleden. Ja. Ik heb het daarna een hele tijd ook niet meer gedaan. Want toen had ik het eigenlijk wel gezien. Ik heb van nou, dit heb ik gedaan. Was allemaal leuk. Ja. Maar ik had geen zin meer om elke keer op en neer te rijden. En ja, je leert op een gegeven moment, krijg je hele andere interesses. En het klinkt heel raar, maar heel veel mensen denken van, dat doe je, want dan wil je beroemd worden. Maar ik wilde nooit beroemd worden. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Weet je niet, het wereldje is gewoon heel leuk. Ja. En of de het medium televisie. Het medium televisie is gewoon heel leuk. Ja. Ik heb radio. Ik heb het programma De Tijdcapsule gedaan. Dat was een radioprogramma. Dat draaide op 72 zenders in Nederland en België. En het leuke van 72? Ja, 72 dat is echt cent. Veel. Ja, ik maakte dat programma thuis. In mijn eigen studio. En, slaapkamer. Nee, zolder. Op de zolder. Ja, op de zolder. Ja, ik had een mooi intiem studiootje op de zolder. En ja, dat programma werd erg goed ontvangen. En toen kreeg ik de vraag of ik het op meer stations wilde maken. Ja. En ik denk van nou, dat zie ik wel zitten. Nou, en gaandeweg gaat dat verspreiden, zeg maar. Want bij dat station, dan luistert weer iemand die bij dat station betrokken is. Ja, kennen elkaar allemaal. Van, ja, dan gaat dat de ronde. En ik heb dat op een gegeven moment ook de landelijke media meegehaald. Een groot artikel gestaan in de Telegraaf. Shownieuws van SBS, die heeft er een, wat aandacht aan besteed. Ja, en toen ging het helemaal hard. En uiteindelijk kwamen de Belgische stations bij. En het leuke was, het kostte mij niet meer tijd dan 2 uur in de week. Want ik maakte dat programma thuis. Ja. Ik zette het op de FTP. Alle stations die het uit gingen zenden, die konden dat van de FTP afhalen. Dus ik was elke dag ergens wel in Nederland te horen. Ja, dat was wel een leuke gewaarwording. Dat is gaaf. Ja. Ja, dat was erg leuk. Ik kreeg ontzettend veel e-mails, want ik had een e-mailadres. En ik speelde ook een spelletje in dat programma. Dat mensen konden reageren. En er waren weken bij dat ik 1200 tot 1500 e-mails binnenkreeg. Zo. Ja, dat was echt heel leuk. Over welke tijd hebben we het dan? Hoe lang is dat geleden? Dat is 2 jaar geleden. Nee, 1 jaar. Ik ben er nu 1 jaar mee gestopt. Het programma heeft 4 jaar gedraaid. Maar op een gegeven moment is de koek op. En ja, dan heb je weer tijd en zin in nieuwe dingen. Ja. En dan ga je weer zoeken. En dan kom je bij TV73. Ja. Ja, want hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Je hebt in het verleden al wel eens eerder een eerste singeltje, heb je geloof ik, gepresenteerd? Ja, ik heb als in het beginstadium van TV73 heb ik mijn eerste singeltje gedaan. Dat was zeg maar 2011, 2012 volgens mij. Ja, toen werd ik bij Nol, toen kwam ik in contact met Nol. En die vroeg of ik dat toen wilde doen. Nou, dat hebben we toen gedaan, alleen qua tijdgebrek en opnamedagen kwam dat niet overeen zeg maar, met de planning. Ja. We kregen het gewoon niet gepland. En toen is dat eigenlijk een beetje verwaterd. Alleen het contact hebben we altijd gehouden. Ja. En op een gegeven moment toen was ik weer in gesprek met Nol. En die zei van Rob, ik heb het idee voor een muziekprogramma op zaterdagavond. Nou, daar gingen we zo over babbelen. En ik denk van gek, dat is leuk. Dat is eigenlijk een beetje de televisieversie van mijn tijdcapsule. Weet ja, je? Van ging dat ook zo? Ja, want ik ging met de tijdcapsule, vloog ik in een willekeurige volgorde door de verschillende muziekdecennia. Dat wisselde ik af met leuke weetjes uit die periode, wat televisiefragmenten uit die tijd. Denk dan aan klassenwerk, aan stuiven zin, snap je? Alleen dat deed ik als muziekfragment.
audiofragment liet ik dat horen op de radio. Nou, in de Foute Zaterdag hebben we die televisiefragmenten nog niet. Ja, wie weet misschien kan er nog eens komen. Ja, precies. Ja. En, maar dan draaide ik eigenlijk dezelfde muziek die ik nu ook draai op de Foute Zaterdagavond. Wat mis jij op de tv? Dat je denkt van, goh, zijn ze in Hilversum nou aan het slapen? Het is allemaal ja, dit of ik vind het momenteel, als je kijkt, ik vind de Nederlandse televisie, dat vind ik, ik kan wel zeggen heel slecht. Ja? Ja, er is slecht? Geen aanbod meer. Als je kijkt, en dan komt hij weer, ouwe lul, dat ik ben. je had, vroeger klinkt wel heel vroeger, maar je had jaren geleden, had je op de zaterdagavond nog de bekende tv-shows, de 1-2-3-show, Sterrenshow. Ja. Je had Stuivers in, je had Klaswerk, je had de Willem Ruijs-shows, de Holiday-show, Peter Jan Rens met zijn Doet hij het of doet hij het niet? Dat ken ik nog wel. En de mini-playback-show en de Soundmix-show. Ja, precies. Soundmix-show. Nou, allemaal heel divers amusement. Ja. Nou, tegenwoordig heb je Sterren Springen, Sterren Dansen op het IJs, Popstars, Idols, The Voice. Allemaal programma's die eigenlijk dezelfde dingen hebben. De diversiteit mis ik een beetje. Het is bijna allemaal hetzelfde. Tuurlijk heb je The Voice met de stoelen omdraaien. Totaal nieuwe insteek van een talentenshow. Maar uiteindelijk is het toch weer een talentenshow. Ja. Sterren dansen, sterren springen, sterren huppelen en sterren duiken, weet ik veel. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Alleen het heeft een andere naam. Het is gewoon van, iets doen met sterren. Ja, precies. Die niemand kent. ja, ja, ook dat nog. Vergeten sterren. Ja. En dat mis ik. De diversiteit. Het is voor het allemaal hetzelfde een beetje. Wat ik dan nog wel trouwens goed vind, is Holland's Got Talent. Want daar heb je een hele diversiteit aan acts. Ja. Goochelen, variété, dat soort dingen. Nou, dat vind ik persoonlijk leuk om te kijken. Ja. Maar ja. Je zou zo mee kunnen doen met zo'n circusjas aan. Ja, wat moet ik doen? Ja. Hey, kijk erbij. Ja. Nee, daar pas ik voor. ik hou niet zo van man bij het hond televisie. maar ik vind wel dat... natuurlijk, er is geen geld meer. Hè. Dat is een hot issue. Dat is heel standaard. Mensen zeggen heel snel van... Ja, er is geen geld meer voor. En dat zal best kloppen. Maar ik denk als je een beetje creatief bent... En een klein beetje... En je hoeft geen... mega show met een miljoen aan prijzengeld en een nieuwe auto. En, dat is het oude Rad van Fortuin. Ja, het oude Rad van Fortuin. Ik noem maar iets. Dat is toch hartstikke leuk om te doen en te maken. En ik denk als je een beetje afstand van de decors van een miljoen en het... want ik heb die discussie wel eens gehad met wat bekende grote producenten. Van hoe kan het nu dat niet meer is? En toen zei een bekende producent tegen mij van... Rob, mensen zijn niet meer tevreden met 1.000 euro als ze dat kunnen winnen als hoofdprijs. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het echt niet mee eens. En, want als je kijkt naar miljoenenjacht, ik noem maar iets. Iemand die 1.000 euro wint van een verkocht lot, die is hartstikke blij. Ja. Of ze spelen het. Maar als je mij nu zegt van Rob, je wint 1.000 euro, dan ben ik hartstikke blij. Ik ben met 100 euro nog blij. Het is altijd toch leuk als je iets kunt winnen of iets kunt krijgen. En dat hoeft toch niet meteen groot en massaal en... Het is altijd meer als de boekenbon bij TV73. ja, maar het is toch ook gewoon leuk om iets te krijgen. Ja. Dat, alleen, we zijn te veel verwend, denk ik. Absoluut. Als je aan miljoenenjacht meedoet en Winston Gastelhoff staat aan de deur en die zegt... Proficiat meneer, hoe je 500 euro gewonnen? Ja. Dan denken mensen van, 500 euro mag? Jeetje, man. Was mijn deur voorbij gelopen, weet je niet? Omdat ze weten dat ze ook veel miljoen kunnen winnen. Ja. We zijn niet tevreden. Maar dat heeft toch gewoon een beetje te maken met hoe de maatschappij nou in elkaar zit? Ja, dat bedoel ik. We zijn te veel verwend. Het, ja. het loopt, hoe moet ik het zeggen, het gaat te ver. Ja. De ene prijs die is nog hoger als de andere. En we worden helemaal gek gemaakt met, als je hier aan meedoet, dan kun je 10 miljoen winnen. We worden allemaal het... ideale leven voorgeschoteld. Nooit meer werken. Doen wat je wilt, weet je niet? Ja. Die mogelijkheid heb je als je aan dit programma meedoet. Ja, ik denk dat je het amusement niet moet vergeten. Gewoon het plezier wat je kunt hebben met het spelletje doen met elkaar. Gezelligheid onder elkaar. En dat mis je een beetje. Gewoon het gezellig kijken op de zaterdagavond naar
een kalle borst had die door het beeld heen huppelt. En mensen die met hun buik over een zeephelling heen glijden. Ja. Snap je? Nou, dat vind ik fantastisch leuk. En het plezier wat je daarmee hebt, maar ook het maken. Misschien een tip voor TV73, dat we een zomerse zeskamp gaan maken. Ja. Met een oude stormbaan. Ik denk dat het gewoon hartstikke leuk is. Ik denk wel dat het leuk is. En dat je dan tegen een supermarkt zegt, weet je wat, ze krijgen van ons een levensmiddelenpakket. Want ja, uiteindelijk moet je toch boodschappen doen en je krijgt het van ons cadeau. Nou, ik denk dat het net zoveel amusementswaarde heeft. En wat qua maken van programma goedkoop is. Want het kost niet duur. Hè? Ik bedoel, een leverancier die die kussens kan leveren als hij een keer met zijn naam in beeld is. Ja. Dat zal wel genoeg zijn. Mensen hoeven geen gouden bergen meer te krijgen voor. Nee. Is mijn mening. Wat is de slechtste eigenschap van Rob? Ik kan niet tegen geneuzel. Ja, je moet bij mij niet aankomen met gezeur. Daar kan ik echt niet tegen. En wanneer zeurt iemand dan? In jouw ogen? Als er... even denken, hoe moet ik dat zeggen? Daar moet ik even over nadenken. Als iets in een supermarkt, ik noem maar iets, in plaats van €2,50, €2,30 kost. Nee, net andersom. Ja. In plaats van €2,30, €2,50 kost. Dat mensen dan helemaal daar moeilijk over kunnen gaan doen van... Jeetje man, 20 cent duurder geworden. Oh, ongelooflijk. Dan denk ik van... Oh, alsjeblieft, maak je druk over je gezondheid. Maar niet over die 20 cent. Maar is niemand dat slecht? Verplicht jou om dat mee te nemen. Nee, maar dat... is toch een slechte eigenschap? Ja, maar het is toch geneuzel. Dan kun je eigenlijk toch druk maken om van alles en nog wat. Ja. Maar een slechte eigenschap van jouzelf? Dus als je naar jezelf kijkt? Ja, dan heb ik wel wat slechte eigenschappen. Ik heb... even denken hoor. Nou zul je denken, je moet erover nadenken. Dat maakt niet uit. Ik neem gewoon even een slokje water. Ja, dat vind ik een goed plan. Dat doe ik ook even, kan ik even nadenken. Terwijl jij nadenkt over jouw slechte eigenschappen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Proost trouwens. Proost, hè. Ik heb... mijn slechte eigenschap is dat ik... verschillende keren te druk kan zijn, te aanwezig. Maar dat is onbewust. Maar dat kan voor sommige mensen wel storend zijn. Want hij is te nadrukkelijk aanwezig. Geen ADD of zo? Jawel, ik heb wel ADD. Ja hoor, ja dat heb ik. Ja, gegarandeerd. Ik praat te veel. Sorry, kijkers. ik rij geregeld te hard. En dat is niet goed, want ik ben eigenlijk... Dat is geen eigenschap, hè? Dat is een gewoonte. Ja, ja. En ik kan af en toe te moeilijk nee zeggen tegen vette hap. Terwijl ik wel daar heel goed mee bezig ben geweest. Kan ik heel eerlijk zeggen, want ik ben ook aanvoerder geweest in het AVRO-programma Operatie NL Fit. Ja. Hebben mensen met 10 weken lang kunnen volgen op Nederland 1. En ik heb daar wel geleerd om heel anders, zeg maar, om te gaan met eten, sporten en dat soort dingen. En wat ook een heel slechte eigenschap voor mij is, ik kan niet tegen gezag. Als mensen tegen mij zeggen van je moet dit of je moet dat. Als dingen worden opgelegd. Ja, als mij dingen worden opgelegd, ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Dat weet ik niet. Dat zit in mij. Kan niet tegen dominantie dan? Nee, oh nee, totaal niet. Nee. Oh nee, ga niet dominant tegen mij doen. Want dan pak ik je. En niet letterlijk. Maar als mensen echt zich boven mij gaan zetten. Ja. Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja, daar heb ik je zo gaan plaatsen mee. Op een bepaald oké, jij staat hier, ik sta daar. Ja, ja. Ja, en ik kan ook tegen... Weet je waar ik ook heel slecht tegen kan? Komt hij weer. Dan ben ik in een restaurant of in een snackbar. Ja. Of... Waarschijnlijk in een snackbar. Nee, zo flauw. En dan wil ik kan een broodje nee gezond zeggen. Dan wil ik een broodje gezond bestellen. Nee. Zou dan, je dat wel doen? Ja, dan zit ik in een snackbar en dan komen ze opnemen wat je moet. En dan vergeten ze bijvoorbeeld iets. Of ze doen het verkeerd. Ja. Daar kan ik me eigenlijk enorm aan storen. Daar kan ik me eigenlijk echt aan storen. Want dan denk ik van... Hallo, je hebt het toch opgeschreven? Ik heb het je toch verteld? Lees even goed na, weet je niet? Ja. Of ik stuur een e-mail naar iemand met de vraag van... dit moet je even regelen of moet... Ik zeg nooit tegen iemand moet. Ik zeg, wil je dit doen? Zou je dat willen doen?
En neem dan even contact op met die en die als je bijvoorbeeld een afspraak met die en die persoon wil maken. Maar, en dan nemen ze al rechtstreeks contact op met die ene persoon. En niet met de persoon waarvan ik aangaf van je moet het even via die persoon doen. Ja, slaan ze over. Ja, die slaan ze over. En dan denk ik van hallo, lees even je mail goed. Doe even, denk even na. Weet je niet, daar kan ik mijn eigen aan storen. Ja. En ik ben iemand van de planning. Want ik heb altijd zoiets van, als je iets plant, als je goed plant, dan kun je meer als dat je denkt. Ja. En dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij van, jeetje man, hou je nog wel tijd over? Zie je jouw gezin nog wel eens? En dan zeg je, ja, ik zie mijn gezin meer als dat je denkt. Ik ben bijna elke avond thuis. Ja. En hoe kan dat nou met jouw drukke schema? Ja, dat is een kwestie van plannen. Je kunt dingen goed plannen. In de weekenden, ik neem mijn gezin ook vaak mee. Nou, en ook met het programma bijvoorbeeld. Als je dat ruim van tevoren ziet en weet, dan heb je nog tijd genoeg om dingen te corrigeren, te veranderen, aan te passen. En dat geeft dan ook weer een bepaalde rust, snap je? Ja. Want gaat het allemaal heel kort en snel en kort vooraf, daar word ik onrustig van. Dus ik ben ook iemand van de lange termijn. Als mensen mij ergens voor willen vragen, voor een presentatieklus, dan moeten ze niet 2 dagen van tevoren aankomen van kun jij... Je gaat gewoon reclame zitten maken voor zichzelf. Nou, ik ben te boeken op. Nee. Zo'n een mailtje, rob@tv3.tv. Ja. Hey, maar over die planning gesproken, het zit erop. Nou, we gaan slapen, ja. Ik word per uur betaald, dus ik wil eigenlijk nog wel... Ja, nou, nee. die slaapt er maar uit, dat laatste kwartiertje. Ik zou zeggen, pak jij die camera. Ja. En kondig even de Foute Zaterdag aan, dat mensen gaan kijken. Dat is goed. Want zaterdag 7 juni, hier op TV73, vanaf 9 uur in de avond, daar gaan we van start. Robbie's Foute Zaterdag. En dat wordt echt helemaal leuk. Je kunt ook een videoclip inleveren. Even naar, ik ga het niet zeggen hieronder, want het is Remco zijn programma. rob@tv73.tv. Daar kun je alle clips op kwijt. En vooral naar die eerste aflevering kijken, want dan komt Remco ook nog even voorbij. Uiteraard zetten we dat gewoon eventjes onder in beeld natuurlijk. Hè? Hey, ik ga jou bedanken. Ja. Een beetje kan naar beneden. Ik ben altijd op zoek naar... Ik ga een beetje omhoog. Oh ja, dat kan. Ik ga hem naar beneden doen. Ja. Doe je dat aan in je slaap? Naar beneden? Dat jasje? Daar ja, dat... Ja? Ja, ik vind het prima. Ik zet mijn bril, die zet ik niet af, hè. Want nee. Dan zie ik mijn droom wel beter. Welterusten, ik zet mijn jas lekker neer. Oh ja, want als ik eens ga, dan... Ja, ik weet niet of je al ooit gedoopt bent, maar dat gaat toch vanzelf. Ja, en ik wil tegen de kijkers natuurlijk zeggen, bedankt voor het kijken naar In Bed Met deze week. Rob Govers te gast. En kijk natuurlijk ook volgende week zaterdag naar Robbie's Foute Zaterdag hier op TV73 vanaf 9 uur 's avonds. Een keer wel anders, lekker 's avonds. En wij gaan lekker slapen. Ik zeg tot de volgende week. Toedeloe. Rob, bedankt. Doei. Welterusten. Je lepeltje liggen. En dan vraag ik aan de productie of ze het licht uit willen doen, ons kunstmatige licht. Dan... Ach ja, dat is natuurlijk de charme van de lokale omroep. Dat kunnen we natuurlijk ook gewoon zelf doen. En dan gaat ik wel terug liggen in bed. Dat hoeft niemand te weten. Het licht mag uit. Ja. En dan gaan we lekker slapen. Wil je deze uitzending terug bekijken? Bekijk het terug op www.tv73.tv/gemist. In Bed Met wordt mede mogelijk gemaakt door Kings & Queens Bed Collection. Rijnstraat 429 Den Bosch.